Perfect Affinity een geweldig onderwerp, want het is iets waar ik me in gespecialiseerd heb. Je kan er op verschillende manieren mee omgaan. Een manier om het woord angst niet te noemen bijvoorbeeld, is zo'n beetje als geen slapende honden wakker maken. Dat kan. Is dichterbij? Oh zo, oh kemel. Hebben jullie me wel gehoord hiervoor? Oké. geen slapende honden wakker maken. Als dat voor jou werkt, is dat prima. Iedereen die moet het voor zichzelf weten hoe die dat doet. Ik ben vandaag gevraagd om iets te vertellen over podiumangst. We zitten op de Hogeschool der Kunsten en dat is iets wat natuurlijk vaker voorkomt. En dat ga ik doen. Jullie hebben een keuze wat je ermee doet. Slide 2. Zo sta ik erin. Ik ben niet zo'n ervaren spreker. Doet hij nou weer niet? Ja. Ik ben niet zo'n ervaren spreker als Bas en Frank. Ik sta niet voor zulke grote groepen. Dus voor mij is dit best eng, om het zo maar te zeggen. Maar goed, ik heb het motto van vandaag. Do it anyway. Ga gewoon er doorheen. Niet zeuren. Net zoals Bas over die brug liep. Gewoon doen en niet zeuren. Dus vandaar gaan we aan de slag. En ik ben hier om wat tips te geven voor jullie om daarmee om te gaan. Slide 3. Slide 3 is niet helemaal goed overgekomen. Maar dat is de voorkant van mijn boek. En dat zal ik even laten zien. Die is hier ook te koop in de boekwinkels. Dat is in 1998 voor het eerst uitgekomen. Dat was een onderwerp wat mij toen heel erg boeide. En dat had te maken met mijn vak. Ik ben namelijk psycholoog. Ik ben psychotherapeut. Ik heb een eigen praktijk in Naarden. En ik zie heel veel podiumkunstenaars in mijn praktijk. En dat vind ik een ontzettend leuke groep. Want ik heb gemerkt dat je met podiumangst wel degelijk wat kan doen. Het is een functionele angst waar je iets mee kan. En je kan hem hanteerbaar maken. Het is niet een hele ingewikkelde algemene angst. Het is geen gegeneraliseerde angst, zoals ik dat dan noem. Maar het is een functionele signaalfunctieangst. Een anticipatorenangst, eigenlijk een angst, een prikkelangst, voordat je iets gaat doen. Ik zal het er direct verder over hebben. In 1998 was er nog heel weinig bekend over podiumangst. Er was ook heel weinig over geschreven. En erger nog, het was een soort taboe onderwerp. Mensen praten er niet over. Ik heb heel veel mensen geïnterviewd voor dat boek. En daar werd altijd wel gezegd, nou ja goed, daar praat je niet over. En ze zijn ook een beetje bang als je dat hebt, als je podiumangst hebt, dat je niet goed genoeg bent. Een zwak karakter hebt of zoiets dergelijks. Dus, maar vooral maar niet te veel over praten, want dat is iets wat niet bevorderlijk is voor je carrière. Het blijkt dat iedereen natuurlijk toch bepaalde gevoelens heeft en de vraag is hoe ga je ermee om? Het taboe is er de afgelopen jaren af, want dit boek is vorig jaar opnieuw herschreven. Ik heb het samen herschreven met Martine van der Loo. Zij is solofluitiste van het residentieorkest. En is ook psycholoog trouwens en weet er heel veel van. En we hebben samen meer interviews gehouden. Ze hebben ons er meer in verdiept. En het blijkt dat er heel veel meer is onderzocht. Er zijn meer technieken om er iets aan te doen. En het taboe, en dat vind ik het belangrijkste, is echt meer doorbroken. Ik weet niet of jullie weten, vorige week is een hele bekende acteur overleden, Jeroen Willems, een fantastische acteur. En die heeft er nooit doekjes om gewonden dat hij ongelooflijk gespannen was, vlak voor een optreden. Iedere keer vlak voordat hij moest optreden, stierf hij 1000 doden voordat hij de zaal inging of het toneel optrad. En op het moment dat hij daar stond, was het eigenlijk over. Hij gebruikte de podiumangst dus als een warming-up. En zo heeft hij dat ook genoemd. In de sport is een mentale training eigenlijk al iets wat veel en veel langer wordt gebezigd. Iedereen die krijgt een mentale training. Het is ook veel stoer om dat te krijgen, want je moet ook met je hoofd iets doen. Het is niet alleen met je lijf, je moet ook met je hoofd iets doen. Als je een topprestatie wil leveren, want het is een complexe situatie, dus dat moet je gewoon doen. En in de muziek en in de podiumkunsten, gelukkig zijn er ook veel meer mentale trainingen. En daar ben ik heel blij mee. 4. Voor mij is angst een hele normale emotie zoals blijdschap, droefheid, boosheid, verliefdheid. Maar waar zitten die emoties eigenlijk? Nou, die zetelen in de hersenen. Dat is dat gedeelte. Ik heb een beetje een algemeen plaatje. De hersenen hebben ook nog een linker en een rechter hersenhelft, maar daar zal ik het direct even over hebben. We kunnen de menselijke hersenen, ik doe dat even omdat ik natuurlijk heel korte tijd heb, globaal in 3
delen gebieden verdelen. Je hebt de intuïtieve hersenen, je hebt de emotionele hersenen en je hebt de cognitieve hersenen, althans het cognitieve brein, zo kan je het noemen. Alle informatie die binnenkomt, die wordt opgeslagen in de vorm van verbindingen tussen hersencellen. Dat zijn dus eigenlijk ook herinneringen. En deze herinneringen maken dat je alert bent. Net wat Bas zei, als je voor een trein bijna overreden, de volgende keer kijk je wel uit. Je bent geen ezel, je stoot je niet aan dezelfde steen twee keer. Dus een herinnering is een uitstekende vorm om voorbereid te zijn. En dat gevoel wat je erbij hebt ook. Alle gevoelens, alle emoties die binnenkomen, die worden sterker opgeslagen in je brein. En dat gebeurt in dat kleine amandelvormige kerntje, de amygdala, die zorgt ervoor dat is in het emotionele brein en die is er verantwoordelijk voor het toekennen van de gevoelswaarde wat we meemaken. Het is dus de kleuring eigenlijk die het geeft, dus dat kan heel erg groot zijn. Dan hebben we nog daarboven de hersenschors, oftewel de cortex, en die geeft ons de mogelijkheid om de macht en controle te hebben over die emoties. Als we daar eigenlijk uitsluitend mee bezig zijn, dan ben je een enorme piekeraar en dat is vaak niet handig en dat is ook niet goed. En dan kan eigenlijk weer leiden tot meer angst, want dan ga je weer angst hebben voor de angst. Daar hebben we het ook over gehad. De eerste tip. Ik stel voor dat iedereen met zijn linkervuist een vuist maakt en die 30 seconden even goed vasthoudt, zoals op het plaatje. Hou vast en dan vertel ik jullie waarom jullie het doen. Dit is eigenlijk een hele simpele tip. Als je een podium op moet om dit even te doen. Jullie kunnen weer naar beneden laten gaan hoor, want het is 30 seconden geweest denk ik. Het is iets wat sporters bijvoorbeeld vaak doen, maar ook is het voor podiumkunstenaars heel handig om vlak voordat je op moet even te doen, hard in te knijpen en je goed erin te concentreren. Waarom? Wat is dat nou voor een rare reden? Ik heb het speciaal naast het plaatje van de hersenen gehouden, omdat ik het daarmee uit kan leggen. Deze beweging van de linkervuist stimuleert de rechter hersenhelft. En waarom nou de rechter hersenhelft? Omdat daar de bewegingen eigenlijk worden gecontroleerd. Meer dan bij de linkerkant. Dus als je goed wilt presteren, dat willen jullie allemaal natuurlijk, dan ga je vaak heel erg nadenken. Doe ik het wel goed? Kan ik het wel? Heb ik het goed voorbereid? Dat zit in je linker hersenhelft. Dat zit aan de linkerkant. Maar daar hadden we het net over. Als je dus te veel gaat nadenken, als je te veel je cortex gaat gebruiken en als je te veel gaat piekeren, gaat nadenken, dan ben je niet meer bezig met ook je bewegingen. En alles wat in de podiumkunsten gebeurt, zelfs praten in het openbaar, maar ook bijvoorbeeld een muziekinstrument spelen, dan is het prettig als je een vloeiende beweging hebt. 5. Daar gaan we het ook even over hebben. Bewegingen. Dit is mijn absolute favoriete kromme. Dat is de bekende kromme van Jerks en Dodson. En die geeft het verband aan tussen angst en de kwaliteit van presteren. Nou, het is heel duidelijk, als je te laag een fysieke concentratie ook hebt, dus ook een fysieke spanning, dan ben je vaak verveeld, ongeïnteresseerd, dan ben je niet gefocust. Bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld van muzici. Je hebt van die stukken waar bijvoorbeeld violisten, bijvoorbeeld in het, nou ja goed, je hebt een stukken die, dan moet je eindeloos een losse snaar aanstrijken. Er is niks van. En dat zijn de mensen die dan gaan denken van, oh, we eten vanavond spruitjes. Nee, toch niet. En dan plotseling zien ze de dirigent en dan moeten ze iets doen. En dan krijgen ze een enorme schrik. Hun prestatie leidt eronder. Die prestatie is dus laag. Dat is dus linksonder. Als je gefocust bent, als je gericht bent op je taak, dan ga je naar boven. En dat topje van die U, dat is eigenlijk de plek waar we moeten zitten. Dat is je persoonlijke, optimale prestatiecurve. Als je daar bent, dan presteer je het beste en dan voel je je het beste. Ga je verder naar rechts, dan zit je bij het probleem dat je dan gehinderd bent vaak door fysieke spanning. En dan moet je veel te veel aandacht geven om je angst te verminderen, zodat je niet bezig bent met de taak. En daar gaat het om. Daar wil ik ook iets over zeggen. Wij hebben in de psychologie ook bijvoorbeeld de taakconcentratietraining. Dat klinkt allemaal vrij abstract, maar dat is niet zo ingewikkeld. Als podiumkunstenaar ben je bezig met concentratie te geven aan 3 gebieden. De taak zelf, dus waar je mee bezig bent. Je treedt op, je doet iets, wat het ook is. Je hebt aandacht voor de omgeving.
Dat is het publiek, de zaal, lichten, andere dingen. En je hebt aandacht voor jezelf. Dat zijn gedachten die je hebt en lichamelijke reacties. Ik heb nu een filmpje en ik ga jullie de vraag stellen om je uitsluitend te richten op de taak. En niet op de omgevingsfactoren en ook niet op jezelf. En de vraag is om te tellen hoeveel keer de bal wordt overgegooid door mensen in een wit shirt. Oké, hoeveel keer kan ik horen? Oké, een range van 13 tot 17 hoor, het waren er 16. Dat is het goede aantal. Hebben jullie iets gezien? Oké, wie heeft het niet gezien? Want dat is natuurlijk de bedoeling. Er zijn mensen die het gezien hebben. Het zijn er weinig, maar die zijn er. We doen het nog één keertje, dan kunnen jullie kijken naar de aap. En dat is dus dat je je nu meer richt op de omgeving. We doen hem nog een keer. Nou, uit de reacties maak ik op dat toch niet iedereen hem gezien had. En dat is ook iets wat ik heel fijn vind. Dat betekent dat jullie allemaal je ook goed kunnen concentreren op de taak. Maar dat is dus iets wat een ding is. Oké, volgende slide. Hoe uit angst zich? Oftewel, hoe maakt angst zich kenbaar? Nou, dat zie je dus zeg maar op drie manieren. Dat is ten eerste door natuurlijk lichamelijke verschijnselen. Iedereen die weet dat hij ergens op moet treden, dan heeft hij klamme handen. Sommigen die hebben trillende ledematen, droge mond, noem maar op. Er is van alles te zien. Iedereen die kan het lijstje maken, daar ga ik niet uitvoerig op in. Maar dat is wel een hele duidelijk kenmerk van angst. Dus ook als mensen er zijn die het woord angst niet willen noemen of podiumangst niet willen noemen. Die spanning, die zullen ze wel voelen. Dan heb je natuurlijk het uitzicht ook in gedachten en gevoelens. Dat zijn dus hele belangrijke zaken ook. En het derde onderdeel is dat je dingen gaat doen. Een heel belangrijk kenmerk bijvoorbeeld van podiumangst is dat mensen iets uitstellen. Trouwens, überhaupt van angst. Je stelt wat uit. Als je iets moet doen waar je tegenop ziet, bijvoorbeeld naar de tandarts gaan, dan denk je, nou, deze week heb ik het heel erg druk. Ik doe dat volgende week wel. Nee, volgende week heb ik dat en moet ik dat doen. Doe ik wel de week erop. Uitstellen, zodra je merkt dat je iets uitstelt, dan kan je ervan uitgaan voor jezelf dat er een zekere mate van angst is. Oké, volgende slide. Hoe wordt angst opgebouwd? Angst is eigenlijk opgebouwd uit ook weer drie elementen. Het zijn veel drie elementen, merk ik vandaag. Ten eerste de aanleg. Iedereen die heeft of heeft blauwe ogen, bruine ogen. En de ene die is gewoon wat gevoeliger voor angst dan de andere. Dat is iets waar je niks aan kan doen. Maar het is wel goed om te weten hoe je daarin staat. De tweede is veel belangrijker, is de mate van taakbeheersing. Dat betekent dus eigenlijk van hoe bereid je je voor? Alles heeft te maken met een gedegen en een goede voorbereiding. Of je nou gaat sporten, of je de 100 meter moet lopen zoveel minuten, of je een podiumprestatie moet geven, wat dan ook. Een goede voorbereiding is natuurlijk heel belangrijk. En dan de derde is de omgevingsstress. Dat betekent, moet je een auditie doen, doe je iets gewoon voor je vrienden tussen de schuifdeuren, als je podiumkunstenaar bent. Dat is trouwens ook vaak heel eng. Doe je het voor mensen die je goed kent, doe je het voor mensen die je niet kent. Dat heeft er allemaal mee te maken. En het is heel belangrijk bij het onderzoeken, als je veel spanning hebt, om op een gegeven moment tot een goede diagnose te komen van je eigen angst. En ik heb het dus echt nu even over podiumangst, van waar zit het? Bijvoorbeeld het slikken van een beta-blokker of een andere pil om je angsten te onderdrukken. Dat helpt natuurlijk absoluut niet als je niet gedegen bent voorbereid. Dus het is wel heel belangrijk om de diagnose goed te stellen voor jezelf. Volgende slide. Oh, god, het gaat veel sneller. Hè? We hebben het over machtige gedachten. Dan zal ik maar eventjes het doen. Dat is dus iets wat heel belangrijk is.
Gedachten, dat is dus het tweede onderdeel van hoe angst wordt opgebouwd. We gaan meteen door naar de volgende slide. Want je kan van negatieve gedachten ook wat meer bruikbare gedachten maken. En ik heb hier een aantal voorbeelden. Zit bijvoorbeeld het woord altijd. Ik ben altijd duizelig als ik op moet, zei iemand laatst tegen mij. En als die persoon bijvoorbeeld dat maar al in en in en in oefent, dan word je ook duizelig, omdat het bijna voorspellende gedachte is. Als die persoon leert om te zeggen, ik ben af en toe, of ik ben wel eens duizelig geweest toen ik optrad, dan is het milder voor zichzelf. Of ik kan me niet concentreren, ik vind het moeilijk om me te concentreren. Oké, volgende slide maar. We maken even heel snel. We hebben natuurlijk een heleboel verschillende angsthazen, zenuwenleiders. Ik heb er een paar gecategoriseerd in mijn, dat is mijn ervaring. Je hebt de echte tobbers. Wat als, et cetera. De criticus. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben heel streng voor mezelf. En je hebt het slachtoffer. Oh, ik kan het niet. En dat gaat nooit goed. Mopper. En je hebt de perfectionist. En ik mag hopen dat er de meeste van jullie hierin zitten. Want dat is op zichzelf natuurlijk heel goed om een perfectionist te zijn vanuit je tenen. Maar het zijn mensen die nooit tevreden zijn. Herken je jezelf? Goed, ik had de volgende slide. Dat zijn ontspanningsoefeningen, maar die slaan we nu heel over. En dan het laatste heb ik een aantal tips. Die doen we dan heel snel. Mag het, Frank? Heel snel. Nou, lees even, accepteer de risico's van het vak. Maak je angst zo concreet mogelijk, kijk hem in de ogen. Dat vind ik dus heel belangrijk, dus doe het anyway. Doe de dingen waar je bang voor bent en laat je niet kisten door het oordeel van de ander. Dat vind ik een hele belangrijke, maar daar kan ik ook uren over praten. Veroordeel dat je bang bent en accepteer het imperfecte. Dat hoort erbij. Volgende. Kan het eigenlijk in essentie, denk je, dat je al die angsten langs in feite rationele weg, want dat is een proces waarover jij spreekt, overwint. Nee. Kan, pak even die microfoon. Nou, laat hem er maar in zitten. Ja. Je schudt gelijk, nee, dat kan eigenlijk niet. Nee, je kan niet, nee. Want maar waarom vertel je het ons dan toch allemaal? Nee. Ik zeg, je hebt dus natuurlijk verschillende soorten angsten. En dat is wat jullie ook zo mooi hebben genuanceerd. Ja. En er zijn natuurlijk een bepaald aantal angsten die je niet puur via rationele weg kan wegwerken, die zijn er. En ik ben ook blij mee, want ik bedoel, dat er angst is, dat is alleen maar heel fijn. Want wij zitten hier allemaal als, mensen die overlevers zijn van hele angstige mensen. Want als je vroeger, als holbewoner een sabeltandtijger tegenkwam en je was niet angstig, dan werd je meteen opgepeuzeld. Ja. Dus jouw DNA ging niet door. Dus degene die dus wel even inschatten of ze moesten vluchten of dat ze het konden bevechten. De bangerikken zijn de survivors. Dat zijn de survivors. Okay. Hartstikke bedankt, Lisbeth Citroen.